Het verzet was alles wat je deed om het regime van de Duitsers te ondermijnen. Rood, wit en zwart, dezelfde kleuren als de Hakenkruisvlag. Het was voor hem dan ook een hele schok toen hij ineens hoorde dat de koninklijke familie vertrokken was naar Engeland. Tijdens de oorlog waren de NSB'ers daar niet zo van. Daar met de samenvliegers. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar misschien is het mooier als de geschiedenis het zelf vertelt. De hoofdpiloot, was pas 21 jaar, maar hij had al 15 missies erop zitten. En daar stond met een groot stempel ingedrukt, gesloten wegens verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven. Mogen we eigenlijk ons wel gelukkig prijzen dat we nu in vrijheid leven, ook in Zwolle, dat we bevrijd zijn.